hadden vandaag. En nee, het is vandaag geen uitslaapdag. Want kijk, mijn logeetjes zijn er. En die zijn wakker. Nou ja, wakker. Tim heeft tot 8:30 geslapen, tot 8:30 geslapen. En Sanne tot 9:15. Roos heeft wat meer gespookt vannacht. Een paar keertjes wakker geweest. Maar dat was ook wel haar eerste logeerkeertje. Voor Tim ook, maar voor Roos ook. Ik ga even koffie doen en een broodje maken voor de kids en wat te drinken. En dan voel ik me vast wel weer snel beter. En de kindjes weer naar huis gebracht. Wat is het dan oorverdovend stil in huis. Ook wel weer fijn. Weet je, nu kan ik gewoon even door het huis heen werken. En ik hoef niet continu op mijn naam te reageren als die geroepen wordt. Of op een huil te reageren als, het, als Rosa iets nodig heeft. Maar hè, dat is toch wel weer raar om. Mijn tieners liggen nog gewoon te pitten. Ja. En dan is het 2:30. Ja. Nou, we doen af en toe wat leuks samen. Hey, ik moet niet zeuren. Vorig weekend was ik nog in een concert met Steven. Dus ik moet niet zeuren. Maar goed, ik ga weer even aan het huishouden. Vlog editen. En dan, zaterdag alweer zo om. Morgen naar Harry Potter Convention. Ook superleuk. Samen met Daniela en Milan, mijn schoonzoon. Dus, ik ben ook gewoon een beetje moe, denk ik. Oh, en ik zit nu te editen. Want morgen ben ik er natuurlijk ook niet. En volgende week wordt het gewoon weer drukke week. Dus, horen jullie er? Ze is er weer. Ze wordt er zo blij van. Dat ze haar eigen video heeft gekregen van mij. Ben ik nu aan het uploaden. Ik loop precies... Oh jeetje. Ik lijk wel vleugels. Ik loop precies een week voor. Dus het is wel heel leuk dat ik dan de video voor zondag aan het uploaden ben. Maar het is de zondag ervoor. Dus het is precies een week geleden, zeg maar, dat jullie dan de video zien. Dus er kloppen wel de dagen. Maar een week. Een week zit er dan tussen, precies. Maar ja, heel veel editen. Dus er is, ik heb niet heel veel gevlogd. Ik ben ook ontzettend moe. Ik ben echt heel moe. Als ik 2 uurtjes heb geslapen, is het veel. En ik denk niet eens dat ik echt heb geslapen. Gewoon weggesukkeld, gedommeld, zeg maar. Dus, tijd mijn bedje in. Ik heb ook helemaal geen zin om eten te koken. Struggles of life. Maar goed, ik ga de volgende vlog weer monteren. En dan, hebben jullie niet zo heel veel boodschap aan natuurlijk. Ja, jullie vinden het leuk dat er dan weer een vlog staat. Maar voor vandaag is het echt even bagger gewoon. Maar goed, ik zie jullie zo weer. Ik val bijna in slaap, joh. Ik zie jullie zo weer. Daan en Michelle die staan op het punt om samen... Waarom loop je nou weg? Ja, opeens moet je plassen. Nou, ze gaan samen naar Le Journal. Dat is hier een soort van uitgaans. Je kan eten daar en je kan een drankje doen. Gaan ze samen. De zusjes. En dat is Daniela. En Michelle, de haar is echt wel een stuk langer. Hoi, ik ben Daniela van huisje Daniela. Huisje Daniela. En mijn batterij staat te knipperen. Maar ik zal Michelle zo ook nog even filmen hoe haar haar er nu uitziet. Kijk, en dit is, het focust niet, Michelle die naar Le Journal gaat. En dat focust gewoon heel slecht omdat de batterij bijna leeg is, denk ik. Over je laars. Maar misschien zo beter. Zo. Het zit aan de achterkant erin. Mooi, hè? Je bent er nooit echt op. Laat je haar goed zien. Je hebt zo mooi. Oh, het is echt heel... Andere hoek dan als je het van op die andere kant gaat staan. Doe in de keuken dan, man. Ja. Wow. Mies houdt haar gedeeld wel echt lang. Ik ben trots op je, Mies. Ja, ze is het gewend. Ik ben het echt gewend. Elke dag zo. Oké, we kunnen Mies de haren zien. Kijk hoe mooi. Het is Michelle. Michelle haar haren zien. Ben je ook Michelle van huisje wel tevreden? Want Daniela ging huisje Daniela zeggen. Huisje Daniela. Moest ik eruit. Wat is dit nou weer? Dat zijn sausjes. Maar doe eens je twirl dan, of je spin je. En het is weer laat op de avond. Ik ben op de bank in slaap gevallen.
gelukkig wel Wie is de Mol gezien. Ik had hem op pauze gezet toen hij begon. Want mijn ogen vielen dicht. En ik denk, ja, voordat ik in slaap val, ik zet hem op pauze. Dus ik heb hem wel gekeken. En ik had allemaal punten op Jochem neergezet. Maar ja, er is niemand uit. Het was het cadeautje van de Mol, zeg maar. Dus Jochem zit er nog in. Ik heb de maximale... Nou ja, maximaal. Ik miste de eerste aflevering. Dus ik heb 128.000... Nee, 12.800 punten heb ik nu. Dus dat is wel super cool. En ik blijf op Jochem, want ik vind Jochem echt de Mol gewoon. Dus ook volgende week zit ik op Jochem. De punten zijn er weer ingezet. Ja. Soms gebeuren er dingen op je dag die je niet helemaal kan plaatsen. Ik kan het er ook niet echt over hebben. Maar het geeft een beetje een raar gevoel in je buik en in je hart. En ja, ik weet niet. Het voelt een beetje vreemd. En daardoor was mijn dag ook een beetje anders dan anders of zo. Heel gek. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat het iets is, een omstandigheid of zo, die dan anders loopt dan verwacht en wat je gehoopt had. En dan, ja, is het toch net even allemaal anders of zo. Nou, ik loop de raadskalken. Het is weer laat. Janneke is weer moe. Ik sluit de vlog af. Vond je hem alsnog leuk deze saaie zaterdag edit, weet ik veel wat, slaap vlog. Dan mag je een blauw duimpje doen. En anders gewoon niks. Ik zie je gewoon morgen weer. En dan vast een betere vlog, want dan ga ik naar de Harry Potter Expedition. Hoe cool is dat? Slaap lekker voor zo. Ben je net wakker? Goedemorgen. Ik zie jullie allemaal morgen weer bij de Harry Potter Exhibitionation. Zoiets. Tot morgen. Slaap lekker. Doeg!